nu aan de andere kant van het terrein. En ik sta nu bij zo'n hele grote vrachtwagen. En in die vrachtwagen, daar zit zo'n beetje de belangrijkste man van de hele Passion. En daar ga ik nu naartoe. Dat is ook geen vrachtwagen waar spullen in zitten of zo. Maar er zit een studio zit daarin. En dan moet ik heel even kijken of hier... Hallo, goedenavond. Ik zoek David. Is David hier? Oh, moet ik met mijn antenne oppassen. David, het jaarlijkse hoogtepunt van de Passion. Daar ben ik. David Griffhorst. David, goedenavond. Hi, goedenavond. Ik weet dat ik je op en ik leg even dit hier neer, want dit is mijn antenne. Het gaat alle kanten op. Doet hij het nog? Ja, hij doet het nog. Wacht even. David, luister. Kun jij uitleggen waar ik nu op dit moment ben? Nou, je bent nu in de regiewagen, een van de twee. En dat is eigenlijk een soort hele grote vrachtwagen waar, ik denk ongeveer een 10, 12 mensen in allemaal hoekjes zitten. Ik zit dan toevallig samen met mijn regieassistent Angelique hiernaast. En hallo. Nick Stassen, mijn schakeltechnicus, zitten wij voor een hele grote wand met allemaal schermen. Ja. En daar zitten bijvoorbeeld 20 schermen met alle verschillende camera's die we vanavond gebruiken. We zien een heel groot scherm in het midden. Dat is een beetje de televisie die je thuis ook uiteindelijk ziet, zeg maar, zoals je het thuis ziet. En daaromheen nog allemaal andere bronnen. Dus dat zijn een soort feeds waarbij we de filmpjes, titels, nou ja, eigenlijk alles wat je maar kan verzinnen wat samen moet komen in de uitzending, dat zit allemaal op die wand. Oké. En hoeveel procent van de uitzending van vanavond is nog, moet live gaan gebeuren en is voor jou ontzettend spannend om precies op het juiste moment te doen? Nou, het overgrote merendeel van de Passion is helemaal is volledig live. Ja. Daarbij komt ook dat alle muziek die je hoort is sowieso live. Dus als we al iets voor opnemen, dan is het alleen maar beeld en een klein stukje zang. Ja. Maar het koor, de band, alle dingen die zeg maar op het grote podium gebeuren, dat is volledig de hele tijd, 90 minuten is dat live. Oké, jij klinkt nu redelijk rustig. Ik heb jou wel eens gezien in actie. Ja. Dan stuitte jij echt alle kanten op. Wat gebeurt er vanavond met jou als die Passion helemaal is begonnen over minder dan een uur? Zeg ik dat goed? Ja, zeg ik goed. Nou, dat begint als de eindregie straks gaat aftellen. Dan zeggen ze nog 10 minuten voor live, nog 5 minuten voor live. Dan ga ik al mijn cameramensen langs, naam bij naam. En dan voel je wel die adrenaline stijgen. En want jij hebt dan contact met cameramannen en je zegt dan ik wil nu dit, ik wil nu zus, ik wil nu dit enzovoort. Ja, en het is, we doen dat eigenlijk in combinatie met dingen die we helemaal gescript hebben. Dus dat zijn afspraken waarbij een cameraman precies weet op dit moment heeft camera 17 een inzoom en dan gaan we dat doen en dan komen we bij 4 en dan heeft 6 een rijertje. Maar daar zitten stukken ad lib noemen we dat. En dat zijn weer de dingen die ter plekke gebeuren. Want ja, als er op een gegeven moment ergens iemand heel emotioneel wordt bijvoorbeeld of je ziet een klein kindje bij op de nek van de vader. Dat zijn dingen die weet ik van tevoren natuurlijk niet dat die gaan komen. Ik wil dat kind op die vader zijn rug, nu! Dus daar moet je op een gegeven moment een soort hele leuke balans in weten te vinden. Okay. En dat is voor cameramensen echt wel een uitdaging. David, het is heel spannend vanavond. Luister, kun je mij een moment noemen dat als we vanavond gaan kijken, dat we weten van oké, nu is zeg maar in de regiewagen het spannendste moment of dit allemaal goed gaat? Bij de aftiteling. Nee. Maar er moet een moment zijn dat jij hebt iets bedacht of zo. Dat je zegt, nou, als dat allemaal lukt, dan ga ik helemaal uit mijn dak. Wat is dat moment? Nou, we hebben een aantal van dat soort momenten. Een van de momenten waar ik echt naar uitkijk, dat is een soort camera aan een kabel. En die vliegt over het publiek langs het podium. Maar die vliegt nu door een gebouw heen, zeg maar, waar Judas staat te zingen. En Judas die zingt op een gegeven moment een nummer samen met Jezus en Petrus. Dat gebeurt op 3 locaties. En dan op een gegeven moment nemen we afstand. Nou, als dat werkt... Ja, vanmiddag heb ik het gezien. Jij vertelt als dat werkt. Jij krijgt een glinstering in je ogen die gewoon echt heel tof is. Toffe dingen om te verzinnen. En dan ook te zien dat iedereen... Ik kan het verzinnen, maar dat doe ik heel snel. Dan moeten we vervolgens een heel bedrijf nadenken van... Ja, moet het lukken? Ja, er zit bijna 300 meter kabel tussen twee grote torens in. En dat gaat over draagkracht en veiligheid en snelheid. En moet met accuwissels. En er zit zoveel techniek, komt bij één zo'n shot kijken. Ja, als het dan werkt, dan denk ik dat er heel veel cameramens glunderend achter hun camera. Ik ken jouw werk een klein beetje. Ik weet zeker dat het gaat werken, maar ik vind het wel heel spannend. Heel veel succes vanavond. Dankjewel, man.